tegen Tyrone Spong. Jong tegen oud. Klinkt misschien oneerbiedig, maar voor een groot deel is het toch zo. Lebanair 37, Spong 24. In eerste instantie zou Ruslan Karayev tegen Lebanair uitkomen. En ik kreeg het niet voor elkaar fysiek om hier aanwezig te zijn. Dus mag Spong tegen Lebanair. Spong die al wel wat ervaring heeft. Hij won van Azem Maksoutai en van Kiyotaro. Maar heel veel ervaring bij Spong staat toch in zijn hoek. Want hij traint bij Ernesto Hoost. En die zal hem ongetwijfeld het een en ander hebben uitgelegd over de tegenstander Jérôme Lebanair. Want die beide mannen kennen elkaar natuurlijk heel goed. Daar links Hoost. Voor een geweldige partij. Zeker voor Tyrone Spong. Ervaring met een hoofdletter E bij Jérôme Lebanair, de 37-jarige Fransman. In 2002 stond hij in de finale van de World Grand Prix. 68 K1 partijen reeds gedraaid. Maar het vlammetje van de Fransman leek de laatste jaren langzaam maar zeker echt uit te doven. Maar kan hij dat allemaal weer omdraaien? Het lijkt er wellicht wel op Ton Haring. Daar is hij bij gaan trainen. Veelvuldig met Peter Aerts heeft hij gespart. En zoals hij hier de ring in komt, ja, daar spreekt wel wat uit, zeg. Ja, het vuur is weer aangewakkerd. En dat is goed ook. Soms kan het heel goed zijn om eens een keer een nieuwe infuus te krijgen, zeg maar. De vraag die iedereen bezighoudt natuurlijk is, zal Tyrone Spong in staat zijn om de power van een echte legitieme zwaargewicht zoals Lebanair kunnen weerstaan? Mooie ster dan trouwens. Tyrone Spong komt uit het supermiddengewicht, is langzaam omhoog gegaan, heel geleidelijk aan. Heeft de lengte ervoor, heeft hij ook de power ervoor? Dat zullen we gaan zien. Hij vecht nu wel tegen een hele grote, sterke zwaargewicht. En die notabene rechts voor staat. Maar er staat tegenover, hij heeft de jeugd, hij heeft de snelheid. En hij heeft een hele goede hoek. Deze Tyrone Spong meteen naar voren. Lebanair. Ja, natuurlijk, die rechtertrap die zal er keer op keer uitgegooid worden door Tyrone Spong. De rechtertrap om dat linkerarmje maar te raken. De linkerarm waar zo'n plaat in zit bij Jérôme Lebanair. Maar je ziet het verschil, hè? Het verschil in bouw. Het verschil in fysiek. Je ziet ook echt een zwaargewicht tegen een middengewicht staan daar, bij wijze van spreken. En niettemin toch ook Spong. Om een kilootje of 90. Goed naar voren. Daar is goed. De knie van Tyrone Spong. De man met de blauwe handschoenen. Maar Lebanair. De vraag is, wat heeft hij overgehouden in zijn voorbereidingstijd bij Tom Haring, bij Sekulicki. Goeie high kick daar van Spong. Heeft natuurlijk heel veel gespart met mannen als Peter Aerts, als Hesdy Gerges. En met Tom Haring in zijn hoek natuurlijk een man die ook op het K1-gebied veel ervaring heeft. Maar er zit toch een beetje een afwachtende houding in bij Lebanair, moet ik zeggen, hoor. Toch een beetje geschrokken misschien van de eerste poeiers van Spong. Spong die goed kijkt, midden van die ring houdt. Dan wegdraait en weer steeds die het rechterbeen loeihard op die onderarm poeiert. Op die linker onderarm van Lebanair. En de knie, goed gesprongen daar. Ja, goed hoor. Je ziet nu, oei, een stoot daar. En een goede tik. Ja, hij loopt daar tegen een tik aan. En dat is dan de eerste vraag die beantwoord is. Want zo hard was hij niet. Hij duwde zijn hand naar voren, loopt er tegenaan. En dan meteen acht tellen voor Spong. En wat gaat er nu gebeuren? Kan Spong hier verder mee gaan? Gaat Lebanair nu de boel beëindigen? We weten ook dat Lebanair vaak fouten maakt als hij onderdrukt, als hij zijn kansen ruikt. En dat geeft hem weer mogelijkheden aan Spong. Die moest zichzelf hervatten. Moet blijven trappen, moet wegdraaien. Niet in de hoek gaan staan. Uit die hoek weg. Niet blijven hangen daar. Lebanair die toch ook voorzichtig is. Ook dat zie je ook toch. Ik bedoel, vroeger zou Lebanair erop zijn gedoken als een wilde. En meteen gaan knallen. Maar toch een beetje wat terughoudend geworden. Hij zware stoten daar op het hoofd en lichaam van Spong. Die onder vuur ligt daar. En voor het meeste gelukkig weten te blokkeren. Achter die verdediging, maar toch een beetje wiebelig staat, ja, hoor. Hij staat daar wiebelig. Ja. Ja, en dat is toch een verschil.
Maar laat eerlijk zijn, Le Bonnet weg de 130 kilogram spier. En problemen daarvoor. Spong die weer een tikje krijgt. Zwaar onder vuur ligt op het lichaam, op het hoofd. Le Bonnet moet daar ook zijn benen bij gebruiken. Want die gaat weer als een debiel zo stoppen. Daar weer die harde sterkte voorhand. Die rechterstoot daar van Le Bonnet. Die gaat nu voluit achter hem aan. En Spong moet wat terug gaan doen. Spong moet er weg. Moet proberen uit die penibele situatie te komen. Het einde van die ronde te halen. En dat komt maar juist op tijd. Oeh, oh, oh. Ja. Nou, één ding duidelijk. Het is niet makkelijk voor Spong om in die zwaardere klasse tegen zo'n kolos als deze Le Bonnet aan te gaan. Ja. Kijk, de lengte klopt wel. Maar het is gewoon de bouw, de fysiek, de massa. Kijk eens even het verschil. Kijk eens even dat bovenlijf van zo'n Le Bonnet. Dat is een legitieme zwaargewicht. En dat is hij al jarenlang. En Spong komt net op in die zwaargewichtklasse. Is nog jong ook. 24. Maar dit zijn poeiers. Die zijn zwaar hoor. Maar goed. Ik weet ook dat Spong een man is met een grote veerkracht. En Le Bonnet was de laatste jaren fysiek, conditioneel niet heel erg sterk. Maar ik denk wel dat hij een stuk sterker en een stuk fitter is dan die de laatste jaren geweest. Zeker weten. Hij maakt heel veel films en dergelijke. En dat was altijd niet altijd even goed voor hem in zijn trainings, in zijn voorbereiding. Harry Hoofd en Nester Hoost zullen ongetwijfeld de nodige zaken hebben uitgewisseld met Tyron Spong. Dus wat nu? Ja, snelheid. Inderdaad, hij moet zijn snelheid gebruiken. Blijven bewegen, blijven dreigen, niet stil gaan staan. En vooral niet bij die touw blijven hangen, want dan stomt zo'n beul als zo'n Le Bonnet dat dwars doorheen. Dat is goed. Blijf trappen naar die arm. Blijf trappen naar weer. En weer. Oh. Maar het is een verschil. Hoost kijkt bezorgd. Ernesto Hoost. Ze hebben hun uiterste best gedaan om Tyron Spong voor te bereiden op hetgeen wat hem te wachten staat. Een host die weet hoe hard Le Bonnet kan slaan. Een host die ook heeft verloren van Le Bonnet in het verleden. Ook gewonnen. Daar gaat het niet om. Maar hij weet het. Hij kent hem door en door. Ja, dat erop die Tyron Spong de nodige problemen bezorgt. Hij krijgt natuurlijk de tijd om daarvan bij te komen. Gelijk uit voor Tyron. Hij beweegt nog iets te weinig naar mijn smaak. Tyron Spong heeft de snelheid. En die moet hij veel meer gaan gebruiken. Hij gaat nu steeds hier op kracht werken met deze Le Bonnet. En dat moet hij uiteraard niet doen. Hij moet wat hij nou doet, ja. Bewegen, wegdraaien, dreigen. Dat is goed. Zie je, kijk, meteen zie je een reactie daar gebeuren. Hè? Hij dreigt één keer. Dan komen die knieën erbij beter uit. Komen die stoten er beter uit. Ga vooral niet stilstaan met zo'n kolos. Hoppakee, heel goed daar. Gesprongen knieën, glijpartij, niks aan de hand. Le Bonnet staat een beetje geërgerd op. We zijn in ronde 2, 1 minuut 50. En hij moet het van zijn snelheid hebben. Hij moet bewegen, niet stilstaan. Hij moet dreigen. Le Bonnet. Ja. Ik verwacht eigenlijk wat meer vuur nu van de Fransman. Die dat voordeel wat hij had, laat weglopen hier zo. Niet tegen hem aan gaan vallen, want het heeft wel geen zin, want je mag niet clinchen. Hij moet proberen die Spong in de hoek te krijgen en daar vandaan te gaan werken. Net zoals dat Spong zal moeten gaan proberen niet in die hoek te komen. En werken. Dit soort tikken mag je niet krijgen. Dat wil je niet hebben van zo'n zwaargewicht, van zo'n Le Bonnet. Trappen er maar niet zoveel uit. Daar heeft Spong wel last van. Het gaat om die stoten, die punches. Le Bonnet, die natuurlijk ook in Frankrijk een nodige profwedstrijd gevochten heeft. En dat met succes deed. Zo'n hoge trap zou misschien kunnen. Daar zou misschien een mogelijkheid in zitten. Als je eerst dan een paar keer laag doet en dan hoog eroverheen met rechts, dan zou er een mogelijkheid zitten. Vooral omdat Le Bonnet natuurlijk die trappen gaat voeden op zijn onderarmen. Knie is goed. Le Spong komt terug in die wedstrijd. In deze ronde het is moeilijk geweest. Maar hij is nu de man die in het midden van die ring houdt. Die een beetje gaat drijven, die wat dreigt. Die stijl is een beetje veranderd. Heeft nu wat meer overzicht. Le Bonnet die hijgt en puft. 10 seconden te gaan in deze ronde. Dat is goed, die knie. Die moet wat hoger zijn. Je kan het niet hoger maken. Als die knie wat hoger gaat met rechts, dan kan daar een goede ronde voor Spong.
die weer terugkomt. Nou, hier Le Bonnet.